Matthijs Spijker. Laten we hem even welkom heten. Hij is geboren in Rotterdam. Ja. Maar ja, wat moet je nou in Rotterdam? Dus dan ga je wonen in Assen. Maar wat moet je nou toch in Assen? Dus dan ga je naar Groningen. Juist. In Absoluut. September zijn ze samen met Esther 2 jaar voorgangers in Groningen. En dat gaat heel goed daar. We hebben gezien. En je hebt volgende week weer een doopdienst, ja, zei je. Ja. En dat is weer 3 mensen. 3 mensen. Dat is super gaaf. En doopdiensten maken me altijd blij, want dan weet ik dat mensenlevens worden veranderd. Absoluut. Ik weet dat we 1,5 meter, maar dit is wel 5 meter, Matthijs. Kom, ja, een beetje. Zo, ik ben immuun en zo. Ja, precies. Ja. Dat is mooi. Dus, hey, we zijn trots op je. Je bouwt een mooie kerk daar. Straks dus in september hebben we 2 jaar Groningen. En nu zit je al op een aantal mensen, 70, 80, die, ja, dat thuis noemen, zoiets. Ja, 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 klopt. En niet iedereen is natuurlijk elke week. Nee. Tenminste, in Groningen misschien wel. Maar, ja, 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 bij ons wel. Ja, bij jullie wel. En we zijn trots op jullie. Je bouwt vol enthousiasme en passie. Je bent ook nog een goede drummer, maar daar hebben we geen tijd meer voor, hè? Nee. Ja, richting. Wat is dat toch? Dan zijn ze goede drummer, worden ze voorganger en dan drummen ze niet meer. Ik heb meer van die mensen. Ja. Ja. Dat is heel jammer, is dat. Maar goed, verder houden we van je. En we zien uit naar je woord. We zijn trots op dat jullie bouwen in Groningen. Dank u wel. Dus ik zou zeggen, share the word, Matthijs. Yes. Laten we nog 1 keer bemoedigen. Dank u wel, dank u wel. Mooi, mooi. Hey, het is zo goed om hier te zijn. Mensen thuis, het is zo goed. Zo goed om hier te zijn. Ja, het is zo mooi. En mensen, het is misschien voor jullie ook wel lang geleden, maar voor mij ook. Je zou het niet zeggen, maar ik ken CLC nu ongeveer sinds 2010. En dat is toch wel alweer een poosje. Er zijn mooie dingen. En allereerst Pastor Erold en Mathilde, die is ver weg, die ziet het misschien zo nog. Maar onwijs bedankt wat jullie voor ons persoonlijk betekenen, voor mij en Esther. Ik zou hier vandaag niet staan zonder uw geloof en woord en waardering die u elke keer weer uit naar mij. Dat is, ben ik enorm dankbaar voor. En het is zo mooi om te mogen leren. Elke keer weer. Het is een bron van inspiratie, zeker. En Joshua, ook jij. De eerste keer zat je volgens mij nog in het welkomteam en nog steeds. Maar toen ik hier binnenkwam lopen in 2010. Maar echt zo mooi om dat te zien en om samen te mogen bouwen aan zijn huis. Ik ben dankbaar voor wat je doet. Leading the way, je creativiteit en innovatie, ik geniet ervan. En dat maakt dat ik in Groningen denk, oh ja, ik moet wel een beetje bijblijven. He? Dat gaat goed, toch? Mooi, hè? Hey, we gaan vandaag wat moois beleven met elkaar. We duiken zo het woord van God in. Als je het leuk vindt, kan je meelezen in de Bijbel-app. Daar heb ik de notes al voor je klaargezet. Dat kan je doen via bijeenkomsten of events. Net welke taal je hebt ingesteld. Maar kijk wat je doet. Maak notities. Daarmee maak je voor jezelf wat makkelijker wat God tot jou ook wilt spreken vandaag. Geloof je dat? Dat God vandaag ook tot jou wil spreken door elk moment heen. Dat zijn mooie momenten, zijn krachtige momenten om samen te mogen beleven. En vandaag wil ik met jullie lezen uit het woord van God. Dat gaan we zo doen, maar hebben over het onderwerp crossroads, kruispunten. En dat bedoel ik niet de fysieke kruispunten, maar dat bedoel ik de spreekwoordelijke kruispunten. Waar je soms wel eens op staat in je leven. En vaak als je terugkijkt op je leven, dan zie je de tal. En vaak op het moment, midden in een seizoen, zie je ze niet altijd. Besef je niet hoe belangrijk het is om te kiezen. Dat je op zo'n kruispunt staat en wat doe je dan? Hoe geef je daar vorm aan? En als we daar dan naar kijken, straks een paar mooie teksten om je te inspireren. Maar wat is dan houding, gedrag, wat je tenminste kan doen? En nogmaals, de disclaimer van vandaag is niet dat ik een formule heb. Ik heb geen wiskundige formule met de meest simpele 1 plus 1 is 2. En dat het je allemaal zal gaan gelukken. Want het gaat over geloof. En geloof is zoveel meer dan iets wat we zomaar kunnen berekenen. Het is zoveel meer dan dat we zomaar kunnen zeggen van nou, vandaag ga ik het krijgen. Dat zou veel te goedkoop zijn. Geloof is zo kostbaar om te mogen hebben en daaraan een vorm te mogen geven. Even kort, ik ben dus Matthijs Spijker, in 81 geboren, gelukkig getrouwd, nog steeds. Ik ben de betere versie geworden, dankzij mijn beste kant van Team Spijker, Esther. Ze kon helaas niet meekomen, want ze draait Campus Groningen vandaag helemaal. Ik ben trots op je, schat. En ik heb 2 dochters, Jamila en Ines. Ze bouwen mee
ook daarin, we doen het echt als teamspijker. Het is niet alleen een roeping geweest van mij. Het is niet alleen een roeping geweest van Esther, van ons samen, maar van ons hele gezin. Ze stonden er allemaal achter. We zijn verhuisd, we hebben alles gedaan, we hebben van alles meegemaakt. En weet je, hoe we ook cruisen in het leven, wat we ook aan gaan doen, God blijft trouw. Ik zal je straks een paar dingen vertellen over onze journey. Maar er zijn veel kruispunten geweest in mijn leven. Vele keuzes geweest. En soms moest ik ervoor kiezen om het even te laten voor wat het moment daar was. En later kwam God weer wat dichterbij. En God is altijd dichtbij. Alleen ik zag dat niet altijd. En daarom spreek ik soms over God is dichterbij dan soms. Maar dat is mijn fout. Dat is wat ik heb geleerd. Dat zijn die dingen. Hey, ik ga zo lezen. Voordat we gaan lezen, zullen we samen bidden. Vader God, Heer, we zijn zo dankbaar voor deze dag, Heer, voor uw woord, Heer. We openen zo uw woord en we leren eruit. En we vragen hier om uw licht te laten schijnen op datgene, Heer, waar ons oog er ook op zal gaan vallen. Heer, we vragen u om ons te onderwijzen. Heer, leid ons hart, leid onze gedachtes en spreek tot ons, Heer. We zijn dankbaar, Heer, voor in deze tijd kerk te mogen zijn. We vinden wel een manier en we zijn zo dankbaar. Het is een eer en een voorrecht om in uw huis te zijn. Hier, thuis, waar dan ook, door de week, maakt niet uit, Heer. Heer, we willen u de glorie en de eer geven die u toekomt. En we danken u vandaag. In Jezus' naam. Amen. Amen. In Johannes 7, vers 17, lees met me mee, staat: als iemand de wil heeft om zijn wil te doen, zal hij van dit onrecht weten of het uit God is. Of dat ik vanuit mijzelf spreek. Door te gehoorzamen krijg je onderscheidend vermogen. Dat is zo belangrijk om te weten. Welke weg je ook gaat in het leven. Wat je ook aan het doen bent. Waar je ook staat. Weet je, God heeft zijn DNA al in jou gelegd. Nog voordat je bestond. Dus als jij niet weet waar je heen moet gaan. Vraag het God. Hij leidt jou. Hij is voor jou. Hij zal jou onderweg het tonen. Dat zijn zo belangrijk om te weten. Want je zal het weten of het uit God is of uit jezelf. Dat weet je. Ik weet het niet. Je weet het ten diepste. En vandaar wil ik je uitnodigen om altijd God te betrekken. Om altijd naar God te kijken. En Gods woord, zoals we hebben gelezen van het begin van de kaf tot het einde. Kunnen we lezen zoveel verhalen. Zoveel situaties waarvan denken van, hoe is het mogelijk? En dat is het precies. God gaat niet over de natuurlijke wetten. Hij gaat boven de natuur. Hij is boven natuurlijk. Dat is wat God doet. Door alle verhalen heen kunnen we dat lezen. En het klinkt soms een beetje tegenstrijdig, hè, als je het woord van God leest. Als je wilt ontvangen, moet je geven. Hè? Maar dan denken wij, maar als ik alles weggeef, dan kan ik niks meer ontvangen, want dan heb ik niks. Of als je zwak bent, dan ben je sterk. Daar snap je soms helemaal niks van. Hè? En de dingen die je fout doet, zegt het woord, er is geen veroordeling in hem die zijn in Christus Jezus. En dan denk je van, Precies, God gaat een andere weg. Een liefdevolle weg. Voor jou, voor mij. Hij spreekt tot jou elk moment van de dag. De vraag is, heb jij mogelijkheden om even stil te staan? En even te vragen, God, hier ben ik. Wat wilt u zeggen? Even een moment van adem komen. Om op Gods adem te komen. En dat is zo mooi. En als je dan op die kruispunten van jouw leven bent, wat doe je dan? Weet je, misschien is er wat stress, misschien zijn er problemen. Welke copingstrategie pas je toe? Ontloop je, vermijd je, haak je af? Wat doe je? Hoe tap je erop in? En eigenlijk de belangrijkste copingstrategie als een beetje stress of problemen zijn, wat je kan gaan doen, is zorgen dat je God erbij betrekt. Dat je gaat bidden, dat je hem gaat vragen. Heer, wat kan ik nu doen? Ik weet het niet meer. Ik zit hiermee. Mijn hoofd kan het allemaal niet meer aan. Mijn hart kan het allemaal niet meer aan. Maar Heer, wat mag ik doen? Wat kan ik ondernemen? En we kunnen door de hele Bijbel heen kunnen we lezen. Als misschien het verhaal van Jozef jou bekend. Hij had een droom. Die vertelde hij. Was misschien niet de juiste timing om zijn droom te vertellen. Zijn broers gingen voor hem buigen. Maar wat hij niet wist, was dat hij de weg naar onderkoning, dat ging via een weg van in de put worden gegooid. Via mensenhandel. Via de gevangenis. We zien vaak die droom, zo'n mooi plaatje. Maar durven we ook de weg naar die bestemming toe te gaan? Kunnen we daar doorheen gaan? Gideon, die de 150.000 Midjanieten mocht verslaan. Met 32.000 zou je al zeggen, dat is al een behoorlijke klus. Maar God had een andere weg. Nee, niet met 10.000, met 300. Soms kan je denken van, waar ben ik? We moeten een strijd, we hebben een wereld.
17 miljoen mensen en counting. Weet je, waar zijn we mee bezig? Wat is het wat we willen bereiken? Wat is wat God voor ons heeft? Durven we door te gaan door al die dingen heen? Als je kijkt naar David, een tiener, was een herder. En moest de lunch voor zijn broers brengen. Nou, je kent het verhaal misschien een beetje. Dat hij had ook kunnen zeggen, pa, ben je helemaal belazerd? Zoek het uit. Dat zou mijn tienerdochters misschien gezegd hebben in hun tienertijd. Zoek het uit. Weet je, ze zorgen nooit voor me. Ze zien me niet eens staan. En dan moet ik nu naar het slagveld om een lunch te brengen. Maar hij was trouw. Hij bleef trouw. Hij eerde zijn vader ondanks alles. En hij ging door. Hij geloofde en hij ging ervoor. God was met hem geweest en God zou weer met hem zijn. En dat blijft me door. En natuurlijk Jezus. Onze grootste voorbeeld uit de hele Bijbel. Zoveel verteld. En hij kwam in een kribbe en werd de redder van de wereld. En als we daar ook doorheen kijken, dan zien we dat Jezus ook kruispunten had in zijn leven. Ken je dat verhaal misschien wel dat hij zegt, deze beker, mag het aan mij voorbij laten gaan, vader? Jezus was mens, net zoals jij en ik. Hij was samen met ons. En hij is samen met ons. Hij weet hoe het is om door zware periodes van het leven door te gaan. Hij weet hoe het is. En door al die wonderen heen kunnen we zien van welk kruispunt je ook staat. Er zal een wonder volgen. Er zal een wonder volgen. Kan je dat geloven? Wonder in de Bijbel, geloof ik, is niet science fiction. Is een inleiding op datgene wat we vandaag de dag gaan zien. Geloof je dat God op dit moment een wonder kan gaan doen? Ik geloof namelijk dat als wij dat geloven en je hebt maar een klein beetje nodig, dat het gaat gebeuren. En dat we en houden we het geloof ook nog als het wonder vandaag nog niet gebeurt? Morgen, overmorgen, volgende week. We kunnen zo hard gaan, wetende dat God een doorbraak zal geven. Marcus 9, vers 23 staat er dan ook. Jezus zei, u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Als je dit verhaal een beetje leest, ik nodig je uit om het thuis, hoofdstuk 9, door te lezen. Maar hier gaat eigenlijk over, hij zegt dit op een moment dat er eigenlijk heel veel ongeloof was. Er was heel veel ongeloof, werd hier verteld. En zijn liefde maakt dat dingen mogelijk zijn. God beweegt bergen, maar angst maakt bergen. In Marcus 9, vers 24, het vers hierop, staat er dan, ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. In deze situatie was er geloof, maar het was gemixt met ongeloof. Het eerste was geloof en dat maakte dat hij bad. En Jezus ontdekte dat het geloof er was. En dat was zo mooi. En heb jij dan dat geloof? Het maakt niet uit hoeveel ongeloof je hebt. Waar bid jij voor? Dat is je geloof. Gebruik dat als vertrekpunt en het andere gaat wel komen. Zorg ervoor dat dat beetje geloof wat er is, dat we dat mogen gaan ontdekken. Dat we dat mogen vermeerderen. Blijf bidden voor datgene wat er nu is. Blijf ervoor gaan. Kijk niet naar het ongeloof, kijk naar waar je wel voor gelooft. Dat is een veel sterkere positie. En soms in je leven, ik heb het zo opgeschreven, soms kan het zijn dat jouw leven er somber uitziet. Dat er niets is als een stapel dode kolen. En het enige wat jij nodig hebt, is het levende licht van Jezus om te ontvlammen. Zodat jouw leven weer gaat ontvlammen. Geloven we dat? Dat Jezus de boel weer helemaal in vuur en vlam zet. Dat wij daardoor gaan geloven en gaan zien dat Jezus niet alleen onder ons is, maar dat het tegelijkertijd een voorbeeld is voor degenen die het nog niet zien. Nog niet weten, nog niet herkennen. Weet je, jij en ik, we zijn samen geroepen om iets te brengen in deze wereld. Door onze kruispunten heen. Niet alleen maar in de ups, dat is zo makkelijk. Maar onderweg ook. Waar we ook zijn in ons leven. In welk spectrum we ook zitten. In tijd, in geest, waar dan ook. En dat is zo mooi om te weten dat de Bijbel ons allemaal teksten geeft om ons op te bouwen. En belangrijk is daarin om te weten van welke ingrediënten heb je nodig als het gaat over crossroads, op jouw kruispunten. En ik geloof dat er tenminste twee zijn die mij altijd hebben geholpen. Zijn blijven bidden en trouw blijven. We hebben het net gezongen. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God. Groot is uw trouw. Maar als God trouw is, wat mogen wij dan doen? Hoe beantwoorden wij zijn trouw? En ik geloof dat het goed is dat we dat met onze trouw mogen doen. Psalm 100, vers 5. Want de Heer is goed, zijn goede tierenheid is voor eeuwigheid. Zijn trouw van generatie op generatie. Hoe leert de volgende generatie het? Doordat de
loop de huidige generatie het is voorgegaan. Zo werkten die dingen. Op Psalm 107, vers 1. Loof de Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor een eeuwigheid. Psalm 118, vers 29. Loof de Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor een eeuwigheid. Het staat er niet een enkele keer. Het staat in vele psalmen. Het staat elke keer weer. Waar je ook zit, welke spiraal soms ook naar beneden dreigt te gaan. Loof de Heere, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Hij is goed. Psalm 105. Of 108 vers 5. Hemelhoog is uw liefde. Het gaat zo ver, mensen. Tot aan de wolken reikt uw trouw. En Psalm 160 is er niet eens. Eeuwige goede tierenheid. Zo mooi. Gods goedheid is voor altijd. En goede tierenheid is alles. Is goedheid, is liefde, is trouw. Is als een trouwe bondgenoot. God is er voor jou. Hij is er voor ons. Hij is met ons elke dag van ons leven. Loof de Heer is dus een heel goed lied om te zingen. Loof de Heer, want hij is goed, is een heel goed lied om te zingen. Ik hoop dat je de vibe een beetje voelt. Ik hoop dat we dat samen mogen zien dat door alle klanken heen de Heer goed is. En hoe het met trouw zit, ik geloof dat God tegen ons zegt dat onze verantwoordelijkheid is om trouw te blijven. En Gods verantwoordelijkheid is de uitkomst. Hoe pijnlijk dat ook is. Het geloof biedt niet altijd antwoorden. Het heeft denk ik meer vragen. Maar het antwoord zal je altijd vinden in wie Christus Jezus is. Het is ongeacht wat. En ik kan een hele anekdote vertellen over hoe dat is gegaan met ons, met kerk. En het lijkt allemaal zo mooi, een campus bouwen. En het is prachtig. Het is een prachtig werk. Maar 2 dagen voordat wij onze startdienst hadden, overleed de schoonmoeder, mijn schoonmoeder, Esther's moeder. En dat was pittig en het was zwaar. En Esther wist, we hebben gebeden. Ik geloof nog steeds. Maar het wonder bleef uit. In ieder geval het wonder wat ik voor ogen had. En er zijn heel veel andere dingen geweest waarin we hebben gezien waar God antwoorden heeft gegeven. En straks in de volheid in de hemel gaan we ontdekken hoe het echt zit. Dan leren we met een ander perspectief te kijken. Wij kijken met een aards perspectief naar de hemel. Maar we mogen steeds meer leren om met een hemels perspectief hier op aarde rond te lopen. En Esther zat op een moment in bad. Ze vroeg, Heer, wat is dit? En God stelde een hele eerlijke vraag. Pijnlijk, maar wel een eerlijke vraag. Esther, als ik vandaag de dag nooit meer een wonder zou doen, is het kruis dan voor jou nog steeds een wonder genoeg? En als ik daarover nadenk, dan denk ik, ja, is het kruis niet al een wonder genoeg? Een wonder opdat we eeuwig mogen leven. Een wonder van een Heer en een Heiland, een Redder, die bij ons is en met ons is en voor ons is. Zo krachtig om te weten wie God is. Is het kruis niet al een wonder genoeg? 4 hele korte punten om het een beetje af te ronden voor vandaag. Het eerste wat ik heb ontdekt is, als je besluit, dan verdeel je. Maar als je niets besluit, verga je. Hoe lang je ook blijft zoeken, je zal altijd mensen hebben die voor je zijn. En er zullen altijd mensen zijn die tegen je zijn. Maar als God voor je is, wie zal er tegen je zijn? In de Spreuken staat het ook zo mooi dat een volk ten onder gaat bij gebrek aan visie. Heb je een visie voor je leven? Is er iets? En de slechtste keuze die je maar kan maken is geen keuze. Is een beetje ronddolen in datgene waar je nu bent. Ga ervoor. Weet je, vertrouw dan ook dat God op een gegeven moment via al die kruispunten je misschien wel weer op datzelfde kruispunt terugbrengt. Dat je nog een keer kan kiezen. En maakt niet uit, want dat kan. Dat is allemaal zo goed. Weet je, het is niet allemaal voor altijd wat jij besluit hier op aarde. Het zijn maar een paar dingetjes die voor altijd zijn. Maar blijf trouw. Blijf geven aan mensen. Ik geloof namelijk dat als jij blijft geven aan God, dat je trouw bent aan God, als je blijft geven, dat de deur zal openen om te kunnen ontvangen. Wat er ook gaande is in jouw leven. Zo mooi om dat te zien. Het tweede punt. Ik ga even iets sneller door. De kijk die jij hebt op een besluit is er 1, maar er zijn er meer. Soms kunnen we als mens alles denken, alle wijsheid in pacht te denken te hebben. Denken te hebben. Dat we alles kunnen overzien, maar dat is niet zo. Maar datgene waar jij voor staat, daar sta jij voor. En daar mag je ook voorheen gaan. En je mag weten dat wat je ook besluit, er is meer. Maar ga niet stilzitten vanwege de twijfel, maar ga door. Zoals ik net al zei, blijf in beweging.
Weet je, samen zijn we, weten we meer. Samen kunnen we meer. Hoe meer mensen, hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Better together. Dit zijn de dingen die we samen mogen doen. En ga, blijf gewoon doorgaan. Ga met God. Want zijn perspectief overziet alles. Wat er ook is, wat er ook bezig gaat bij jou. Welk kruispunt er ook is om jouw leven. Ik geloof dat waar je ook bent, dat er van elk punt en elk perspectief waar je bent, dat er altijd de mogelijkheid is om naar Jezus terug te gaan. Waar je ook bent geweest, wat je ook hebt gedaan, er is niets. Er is helemaal niets waardoor je niet bij Hem kan komen. Waardoor je niet bij Hem kan komen. En dat zijn de goede dingen. En het derde punt is de kijk die jij hebt op het besluit. Sorry, de tweede. Is het besluit wat jij neemt, kan je niet overzien. Maar God wel. Ik heb ze even door elkaar gehusteld. Maar dat zijn die dingetjes. Als jij kijkt naar wat er is. Wat jij soms staat bezig. Maar God is met jou. Er staat zo mooi in Psalm 32 vers 8. Ik geef inzicht en wijs de weg die jij moet gaan. Ik geef raad en op jou rust mijn oog. Ken je nog dat kinderliedje? Lees je Bijbel. Bid elke dag opdat je groeien mag. Mijn toon is niet zo toonvast. Helemaal nu de toon is. Maar dat is wel waar. En als je een keer hebt gemist om te bidden, mis geen twee keer. Blijf doorgaan. Houd van. En soms kunnen we het zo ingewikkeld maken. Maar wist je dat in 10 seconden de meest krachtige gebeden teweeg kunnen brengen? Heer, leid mij op de weg die ik mag gaan. Heer, geef voorziening op gebied X, Y of Z. Blijf doorgaan. Blijf bidden. Blijf de Bijbel lezen, opdat jij groeien mag. Omdat ik geloof dat we allemaal gemaakt zijn om een betere versie te worden, zolang we hier op aarde zijn en wandelen en doen. In 1 Johannes 2 vers 27 staat, Christ's anointing teaches you the truth on everything you need to know. Jezus zegt dat zijn zalving, hij is de gezalfde. Dat betekent dat hij door God zelf gezalfd is en de Heilige Geest in hem is, die hij uitgestort heeft over ons, opdat wij alles zullen weten. De volledige waarheid, waar je ook staat in jouw leven, wat er ook mee bezig gaat, jij zal het weten. Want je hebt alles gekregen om te weten, zijn Heilige Geest. Jezus is er voor jou. En het laatste punt, en daarmee ronden we af, is één besluit, alles beslissend. En het goede nieuws is, de besluiten die jij en ik nemen, de keuzes die wij maken in het alledaagse, zijn niet alles beslissend. Er zijn mogelijkheden om erop terug te komen. Er zijn mogelijkheden om ervan te leren. Ja, en dat doet soms pijn. En we moeten soms door dingen heen. Ja, we moeten tijd geven om te kunnen herstellen. We moeten dingen vergeven. We moeten in de spiegel kijken. Om te zeggen van ja, dat was niet zo best. Dat heb ik niet zo goed gedaan. Of wat dan ook. Maar er is één besluit in het leven die ik heb genomen, die alles beslissend is geweest. En dat was voor mij in 1995 toen ik besloot om me te laten dopen. Toen ik koos voor Jezus. Toen ik koos om een weg te gaan dan de natuurlijke weg. Van alleen maar ambitie en waardering en in sport en toegejuicht te worden van de zijkant. En een heel team te hebben die mij geweldig vond. Terwijl ik maar één persoon nodig had waarop ik ging teren. De rest van mijn leven. En ik geloof waar je ook staat. Als je bevrijding nodig hebt in jouw leven, er is een bevrijder. Als je een herstel nodig hebt in jouw leven, er is een hersteller. Heb je voorziening nodig, er is een voorziener. Als je gebed nodig hebt, er is degene die je gebed verhoort. Als je een wonder nodig hebt in jouw leven, er is Jezus. Er is een naam die gaat boven alle namen. Die een andere weg gaat dan dat jij en ik kunnen verzinnen. En ik wil je uitnodigen, ik wil je vragen. Hou daar aan vast. Jezus staat er elke dag weer met zijn armen wijd open om jou te ontvangen. Of je nu nog Jezus niet kent of dat je al heel lang in het leven kroest met hem. Hij staat altijd met zijn armen wijd open om jou te ontvangen, om jou te vergeven, om met jou te zijn, om een mogelijkheid te geven dat zijn genade over jou heen gaat komen, om te zorgen dat jij mag weten wie jij bent in Christus Jezus. Zullen we samen bidden? Vader God, Heer, we zijn zo dankbaar voor wie u bent. We zijn dankbaar voor dit moment. We zijn dankbaar dat u een God bent die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Uw Zoon Jezus zond naar de aarde als allergrote reddingsplan.
en tegelijkertijd ons heeft gemaakt in een bepaald moment in de tijd, in de geest. En u zag dat het goed was. U zag dat het heel goed was. En ik weet niet waar jij bent, waar je staat, hoe je je voelt op dit moment in jouw leven. Maar ik geloof dat God op dit moment tegen jou wil zeggen: ik ben met je. God zegt tegen jou op dit moment: ik ben met jou. Hij creëerde jou en hij zag dat het goed was. En misschien zit je thuis of in een van de pop-ups. Kijk je vanavond, verder in de week zit je hier in de zaal. Ik wil je vragen, als je Jezus nog niet kent, is dit een moment om te kiezen om geen dag meer overheen te laten gaan? Als dat voor jou is, mag ik dan je hand zien? Mag je je hand opsteken? Ik zeg ja. En tegelijkertijd kan je op een kruispunt zijn in jouw leven dat je niet weet of ik linksaf of rechtsaf moet gaan, of ik rechtdoor moet gaan of naar achteren moet gaan. Niet meer weet wat ik moet gaan doen. En dat je eigenlijk altijd gewend bent om je eigen keuzes te maken. En op dit moment dat je besluit van: ik ga mijn zorgen niet langer voor zelf verzorgen, maar ik leg ze in Gods handen om ervoor te laten zorgen. Ik zorg en te zorgen dat ik Jezus betrek in al mijn keuzes. Om daar een next step in te gaan nemen. En als dat voor jou is, mag ik je hand even zien. Om te zeggen van: ja, daar gaan we voor bidden. Ik heb een hand gezien. Laten we samen bidden. Vader God, we zijn zo dankbaar voor uw woord. Dat u leiding geeft, dat uw woord is als een licht op ons pad. Dat u verlicht, dat u doorheen gaat, dat u er doorheen werkt. Dat u ons toont welke weg we mogen gaan, Heer. En we vragen u op dit moment, op al die wegen die deze mensen gaan, alle wegen die we allemaal gaan, samen, dat we altijd zullen zien dat uw hand op ons is, als wij er zelf ook maar voor willen kiezen. Vader God, dit besluit nemen wij ook vandaag weer, om samen met u te gaan, door alle dingen heen. We geloven dat u door alles heen werkt, en dat u door alles heen zal laten zien dat u nog steeds een wondermakende God bent. In de machtige naam van Jezus bidden wij en gaan wij zien in de toekomende tijd. Amen. Amen.